Goedemorgen en uh, welkom bij Zaterdag Live, het De Talkshow van RTV Discus, aflevering 46 van de Eerste Jaargang. En vandaag hebben wij voor u de actuele en culturele weetjes met Tijn uh, Spijbroek, de Collector Week van uh, het uh, Leger des Hells, de, het Core Happy Together, Expo Sex Now En. Meldpunt Delivero, de actie van Rood Den Haag. En we gaan in de agenda koekeloeren en gluren van Leslie Arp, het kandidaat en raadslid van de SP. Dan het standtafelgesprek en vandaag het thema luchtvervuiling en ver bijzonder naar de fietsers. Want het blijkt dat fietsers drie keer zoveel fijnstof naar binnen krijgen dan als je gaat wandelen. Kortom, bewegen roept de gemeente, maar ga dan vooral niet op de fiets. Uh, en ik ga erover praten met Alwin Britsnijder. Hij is van Adem uh, Den Haag. Uh, Adem Graag Den Haag moet ik zeggen. Clemens van der Nat. Uh, hij is bewoner van Leidseveen uh, en ook luchtwachter. Uh, wat dat allemaal is, daar gaan we het uh, zo meteen over hebben. Koen Baart, de voorzitter van de Fietsenbond uh, Haagse Regio. En uh, de reeds genoemde Leslie Arp uh, van de SP in Den Haag. Helaas geen live artiest vandaag. De onze artiest Manon Corino is onvindbaar voor ons op dit moment. En ja, dus we gaan het oplossen met de elektronische middelen zoals de DVD, maar ook opnames van artiesten die eerder hier hebben opgetreden. Maar we gaan nu eerst naar de weetjes via de nieuwsdeks met Tijn Spijbroek. Dit is Haaglanden Actueel. Een greep uit de actuele zaken in de regio. Ja, Tijn. wat heb je gevonden? Ik heb een uh, aantal uh, dingen gevonden uh, voor de kinderen onder ons of de jongsten.